Wat leuk en ontzettend dankbaar dat je een koninklijke onderscheiding voor iemand die woont in de gemeente Doetinchem wilt aanvragen. Kan iedereen een lintje krijgen? Nee, helaas, zo gemakkelijk gaat dat niet. Je moet wel echt iets heel erg bijzonders hebben gedaan. Dat kan lokaal zijn of regionaal, maar zelfs nationaal. Hoe gaat het in zijn werk om een lintje of een onderscheiding aan te vragen? Ja, daar heb je best wel even werk van. Want je moet een hele hoop dingen toch even uitzoeken en op een rijtje zetten. En je hebt ook wat mensen nodig die daar eigenlijk hun handtekening voor zetten, dat dat ook allemaal klopt. Dus heel gemakkelijk is het niet, maar het is wel te doen. En als het dan eenmaal lukt, nou, dan geeft dat zoveel vreugde bij degene die de koninklijke onderscheiding krijgt. Dan is het al die moeite waard geweest. Je hebt ook verschillende onderscheidingen. Dat klopt. Je hebt allerlei graden. Je kunt lid worden of ridder of officier of groot officier. Maar de meeste mensen worden lid. En dat is een hartstikke mooie onderscheiding. Want dat wil eigenlijk zeggen dat je actief bent geweest voor anderen. En dat je je hebt ingezet. En ja, dat die andere mensen eigenlijk dankbaar zijn geweest. En voor jou, bij de koning, een onderscheiding hebben aangevraagd. Is dat een lang traject, het aanvragen van zo'n onderscheiding? Nou, als je een beetje weet hoe het werkt, dan valt dat eigenlijk wel mee. En er werken hier gelukkig op het gemeentehuis ook mensen die daar best een beetje bij kunnen helpen. Dus als je denkt, ik heb iemand, ik wil een lintje aanvragen, maar je weet niet helemaal hoe. Neem gewoon contact op met het kabinet van de gemeente Doetinchem en die helpen je op weg. Je moet het wel zelf doen, maar we geven altijd een steuntje in de rug. En bij vragen voor ingewikkelde dingen, dan zorgen wij dat het goed komt. We hebben eigenlijk twee momenten. Dat is de algemene gelegenheid, dat is lintjesregen. Wat ook kan is een bijzondere gelegenheid. Bijvoorbeeld als iemand afscheid neemt en je denkt daar zou een lintje aan de orde zijn. Dan moet je altijd rekening houden met dat een half jaar van tevoren toch wel minimaal eigenlijk noodzakelijk is. Het uitreiken van een koninklijke onderscheiding is iedere keer weer een feestje. Zeker als mensen echt verrast zijn. En dat is heel erg mooi om te zien, omdat het niet zozeer om die onderscheiding gaat. Maar iedereen weet eigenlijk wel, er heeft iemand een aanvraag voor mij gedaan en daar zijn mensen bij betrokken geweest. Ja, eigenlijk mij vergunt dat we dit prachtige moment beleven. Ja, het feestje van de koninklijke onderscheiding begint eigenlijk al met deze mooie kist. En het allermooiste is natuurlijk het lintje zelf, wat in dit prachtige doosje zit. Dit is de herenonderscheiding. De damesonderscheiding is horizontaal. Dus dan is dit prachtige deel is horizontaal. Eigenlijk is de damesonderscheiding net wat mooier dan de herenonderscheiding. Maar goed, dat is smaak. En dit is de onderscheiding die hoort bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau.